praten met demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees over een belangrijk verkiezingsonderwerp, de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen afhankelijk geworden van flexwerk. En juist flexwerkers zijn extra zwaar gedupeerd door corona. Ja, meneer Koolmees, die flexibilisering van de arbeidsmarkt, is die doorgeschoten? Ja. Geen twijfel, dat is het geval. Ja. Okay. Ja. Er zijn te veel, voornamelijk jongeren, die van ene flexcontract naar een ander flexcontract gaan en er gewoon heel veel moeite hebben om ertussen te komen, om een vast contract te krijgen. Met allerlei gevolgen voor, ook voor de woningmarkt. Ja. Dat mensen geen hypotheek kunnen krijgen of later gaan samenwonen. Dat heeft echt wel forse gevolgen voor de maatschappij. Ja. We gaan gelijk naar iemand die daarmee te maken heeft. Maartje Ramelow, welkom. Je bent operazangeres. Klopt. Bent dus ook hard geraakt door de coronacrisis. Je bent ook niet helemaal vrijwillig natuurlijk ZZP'er. Dus zijn weinig banen in loondienst als operazangeres. Precies. Hoeveel omzetverlies heb jij ongeveer geleden? Tot op heden, want het loopt natuurlijk nog, zit ik ongeveer aan 75% omzetverlies. En dat is eigenlijk over 2021 nog hoger dan over 2020. Ja. Want we zijn er nog niet uit en ik denk dat de culturele sector de laatste is die open zal gaan. En ook de laatste die ook weer op het oude niveau is. Want als we open gaan kunnen we natuurlijk überhaupt nog niet rendabel voor 30 man, 100 man spelen. Dus dat duurt denk ik nog wel een jaar voordat we weer fatsoenlijke inkomsten uit deze sector halen. En vind je dat dus de steun die jij in de coronatijd hebt gehad, dat die een beetje eerlijk is in vergelijking met mensen die wel in loondienst zijn? Nee. Nee, ja, als je het hebt over een omzetverlies van meer dan een half ton. En je krijgt 3000 euro van de overheid aan steun, is dat natuurlijk niet in verhouding. En zeker als je het vergelijkt met mensen in loondienst, die dus vanuit de NOW-regeling wel bijna volledig doorbetaald krijgen. Snap je de mensen die zeggen van, je bent zelf ZZP'er geworden, dus dit is het risico wat erbij hoort? Er zijn zeker ZZP'ers dat voor geldt, maar niet alle ZZP'ers kun je over één kam scheren. En ik denk dat inderdaad wat je zegt, er zijn in onze sector als... Ik zit hier eigenlijk als met twee petten op, want ik ben een zangeres, ik ben een solist. Daar zijn geen banen in loondienst. Als die er waren, dan had ik die meteen genomen. Mm-hmm. Maar ik ben ook bijvoorbeeld zangdocent. En in die sector, en bijvoorbeeld ook als orkestmuzikus, zijn er heel veel banen geweest in loondienst. Mm-hmm. En door enorme bezuinigingen de afgelopen decennia zijn die allemaal wegbezuinigd. En dus de werkgevers, de muziekinstituten, de kunsteninstituten hebben gewoon geen geld meer om mensen in loondienst te nemen. Dus het is eigenlijk en een gevolg van de bezuinigingen, maar ook een vorm om te bezuinigen. Want je kunt voor hetzelfde geld iemand als ZZP'er inhuren, maar dan leg je dus de rekening van alle pensioenafdrachten en verzekeringen bij de maker neer, bij de muzikus. Oké. Okay. Meneer Koolmees, dit is twee keer pech dus. Eerst al gedwongen ZZP'er geworden en toen ook nog een keer corona eroverheen, waarbij je het ook slechter hebt dan mensen in loondienst. Dat is uw reactie? Nee, ik herken het. Het is een heel duidelijk verhaal. Dus even twee dingen. Hè. Inderdaad, is de steundiscussie. We hebben de TOZO opgericht voor de ZZP, de steun. Dat is eigenlijk een hele nieuwe regeling die gewoon niet bestaat. Normaal gesproken is er geen sociale zekerheidsregeling voor ZZP'ers, voor ondernemers. Ja. Maar omdat het bijzondere omstandigheden zijn, hebben we als kabinet gezegd, we doen een aparte regeling, de TOZO. Maar veel te weinig. Dat is op minimumniveau. Bijstandsniveau is dat. Omdat er eigenlijk gewoon, dat is het vangnet wat we eigenlijk voor iedereen in Nederland hebben. En speciaal voor de crisis, ook voor de ZZP'ers hebben gecreëerd. Het tweede punt herken ik ook heel erg, met name in de culturele sector, is dat er de afgelopen 15, 20 jaar natuurlijk eigenlijk alle mensen uit loondienst zijn gegaan. En zal maar zeggen, schijnzelfstandigen of noodgedwongen zelfstandigen zijn geworden. Daar hebben ze niet zelf voor gekozen. Ik ben wel van de liberale lijn. Als mensen zelfstandig willen zijn, moet dat kunnen. Maar hier hebben we toch vaak over een soort schijnzelfstandigheid tegen de wil van de mensen in. Dat vind ik ook onwenselijk. Nou, u zegt, ze heeft groot gelijk. Ja, sterker nog, het kabinet vindt dat. Ook een collega van Engelshoven, Ingrid Engelshoven, minister van Cultuur, heeft ook een fair practice code opgesteld voor de arbeidsmarkt, waar we juist willen proberen om dat vaste contract weer terug te brengen, ook in de culturele sector. Maar